Ik hoor ondertussen al gelijk weer een heleboel doen, dus het gaat in ieder geval weer goed. Train number, ik weet niet, ik had er. Er stond hier iets op, maar ik maak er iets simpels van. 1A6, 1A11. Ik vind het allemaal wel goed. Ik weet niet waar we zitten, Evenwood of zo. We gaan naar Barnard Castle, dacht ik. Met een Class 37. En het is van British Railways natuurlijk in deze periode. Staat Procast. Zo, kaartje erbij. Zo, ja. Klopt inderdaad dat je zegt, hè, waar is de spoor? Klopt. In deze tijd was de spoor hier niet. Press 8 or choose free camera club on the HUD and use the either keyboard to spend 1 minute going up to the top of the viaducts to see the stricken Class 25 being rescued. Oké. Dat was hier. Met een brake tender. Oh, goed. Laten wij niet voor onze trein maar eens opstarten, want dat moeten we ook doen. Even kijken. Die. 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 En die. Nou, deze was eigenlijk goed. Even kijken. Ja. Dat is wel goed. Oké. Okay. Terwijl dat bezig is, dan gaan wij deze instellen. Dat was 1. Wat had ik? 1A, hè? Of niet? Dacht ik. Ik gok het maar even wat ik had. Volgens mij een 1A. 1A11. Nou, dit is deze voor mij. Dat is 1-1. En waarom ga jij achteruit? Dat wil ik niet. 1A. 1-1. Lampjes aan. Zo. Oké. Okay. Nou, wij kunnen hier niet vanaf voren toe. We zitten hier. Deze. Die. Dat komt in ieder geval ook goed. Goedenavond, Bjorn. Welkom. Zo. Natuurlijk even de waterfles voor Romy. Speciaal voor Bjorn. Diesel tijdperk, dus veel diesel is aan de orde. Zo. Past altijd maar netjes precies onderdoor. Greta doet een like set. Nou, dan moet Greta maar niet kijken. Ja, je kunt nog precies zien wat spoor liep. Want in principe gaat dat nooit weg van de landscape, dat er ooit wat heeft gelegen. Er zit zelfs de bridge, die zit er volgens mij zelfs nog. Even kijken.
Laten we gaan. Petra, goedenavond. Er wordt iets weggereden, maar... Ben ik dan? Nee, dat ben ik gewoon. En mijn running sounds. In principe zat hier nog geen AWS in dit tijdperk. Dus een klein beetje reality check. Maar goed. Nou, die is in ieder geval groen. Dat is in ieder geval goed. Signal is off. Dat is ook wel mooi. Deze heeft in principe ook gewoon een beetje de vroege kleuren. Wil je dat in ieder geval nog willen weten? Cleanliness. Alleen even kijken waar het... Ik kijk zelfs voor de sigaretten is het bakje die voor aanwezig, dus. hier. Klein riviertje. Nou, gelukkig is niet de politietrein. Ja, Bjorn, had jij die video trouwens nou al gezien dan of niet? Of was je live aanwezig? Want dat weet ik trouwens niet meer. De politie, Class 37. Anders kan iemand die vast wel even opzoeken op mijn YouTube kanaal en linken. De prachtige dag is het vandaag. Even kijken, wij gaan aftakken. Dus ietsjes meer afremmen. We zitten nu onder op 15 verzadigd. Mitchell, goedenavond, welkom en dankjewel voor de waterfles. Oftewel, we moeten wat drinken. Nog een hippeltje.
kleine Gronkie natuurlijk druk aan het werk. Kunnen we bijna op het moment. Dat is iets wat Twitch regelt, daar kan ik helaas niks mee, Romy. Moet je aan Twitch vragen. Twitch die heeft een aantal punten wat ze standaard uitgeven. Forward to West Auckland Platform 1. Laten we dat maar doen. Wij zitten hier. Wij gaan hier naartoe, naar West Auckland. Martijn, goedenavond en welkom. Nou, gaat ook wel lekker met uurtjes. Ik heb in ieder geval groen, dus daar gaat hij in ieder geval goed. Ja, dat is ook iets waar ik helaas niet aan kan doen. Maar in ieder geval, dankjewel John voor de OD en Romy voor de hyperspeed. Totale waanzin. Mooi treintje om Olivaarsmiddel te halen op school. Nou, op zich had Nederland best wel deze kunnen aanschaffen. Five limits. Nog meer, nog een. Oeh, dan gaat er vandoor. Die gaat er ook vandoor. Wat is het druk hier? De rem is ook niks waard. Kom op. Oh.
By the skin of the teeth, ever. Forwards with signal cleaners to go beyond the ground signal and stop, then go with the ground signal cleaners reverse the top stop adjacent to West Auckland platform 2. Okay. Oké, dus ik moet naar platform 2. Dus dan moet ik daar en dan moet ik daar weer terug, oké. Nou, nog geluk. Ik dacht dat is toch nog rem op. Wonder dat de Engelsen dit ooit hebben overleefd, deze tijdsperiode. Zo. Tracer World zou ik tenminste nu uitstappen en wisselen. Maar goed. Even kijken. Volgens mij hadden we deze was 1. En dan A iets met 1. En deze was ook 1. En dit was A en niet B. Zo. Dat is L. Die. Daar. Beter. Let's go. West Auckland. Platform 2. Mogen we daar aan koppelen? Nice. Dat is een betere toeter. Zo. Nou, change ends again. En forward to couple op de West Auckland South Exchange Line. Dat is daar en daar. Nice. Even kijken, deze was die. Zo. Hoe start deze Rob Engels niet zo goed? Hoe bedoel je met starten? De locomotief of? Er zit in principe een procedure bij die wordt uitgelegd in de handleiding. Als je inderdaad als je wil gebruiken, moet je even de handleiding inderdaad lezen. Meestal werkt het wel als je het in Nederlands wil hebben, dan moet je even de handleiding even via Google Translate even of overtypen of. Kopiëren. Je kunt zelfs tekst daar ook kopiëren in dit geval.
Nou, dat wordt nog wat. Cementwagons. Want niet als ze vol zitten. Nou, komt het op. Break on a chain cap, then forward to Barnett Castle. Nou, dat zullen we doen. Deze off. Die doen we in shutdown. Die doen we uit. Die doen we uit. Die doen we uit en die doen we uit, want die hebben we niet meer nodig. Spaart ook stroom. Nou, deze stond nog aan, dus dan moeten we alleen even die aanzetten. Die forward en de brakes release. X-Play, de goede naam van de welkom. Ja, misschien had ik inderdaad heel goed moeten tappen, maar mijn rijweg was in ieder geval goed ingesteld, dus niet veel verloren. Let's go Evenwood, Token Exchange en dan Barnett Castle. Drop off at Barnett Castle. Dus. Let's go. We have the signal. Bij front zijn er zijn aan. in dit tijdperk had je niks meer dan een paar lampjes voor de nummering. Je had niet echt een front zijn, zeg maar, zoals we die tegenwoordig kennen. En het mooie is, ik mag oppassen, want al deze wagons zijn unfitted. En de reden dat ze unfitted zijn, dat kan ik wel laten zien. Zie jij hier ergens een remleiding lopen of remschijven of wat dan ook? Nope. Het enige wat ze hebben is een handrem. Ook bij deze. Ook alleen deze hebben hier een handrem. Al staat deze in principe erop, blijkbaar. Maar goed. Dat is de. Kijk, maar als je hier kijkt. In principe, hier staan ze eraf, maar het model lijkt alsof ze erop staan. Dus dat wordt nog wel wat. Nou, daar hangt er eentje aan één kant hangt die los. Oeh, geen passenger view. Nou, de caboose is niks anders dan dat daar iemand in zit die koffie zit te drinken de hele dag. Let's go speed 45. Let's get up to 45. Tea, it is England. Ja, tea, de tea timer. Wat zitten wij op de route? Wij zitten hier op dit lijntje hier. Dit is Barnett Castle. En dit is Hopetown blijkbaar. Met Banktop. Ik dacht dat Darlington was, maar. Erg was Darlington. Ik denk dat daar Darlington was. Tea with milk and sugar. Jansen moest. Gezucht. Niet zo paranoïde.
Dat is gewoon een beetje vanwege mijn droge keel. Van eten. Speed limit 20 upcoming. Een beetje last van wielslip. Kijk, opengaande deuren en sluitende deuren. Donderdag nog zo'n test gehad, is negatief. Ah, dat is in ieder geval mooi. Oh, die kun je terugvinden op scenario niveau, Oscar. Als je het geluid wil, dan moet je de soundcone hebben, die staat onder sound. Moeite. Nee, het is een beetje wat er aan is. In principe is het al genoeg als je überhaupt al verkouden bent, maar als je echt moet hoesten, niezen niet, dacht ik. Er waren in ieder geval een heleboel dingen waar je in ieder geval aan kon voldoen. Moet je even kijken op de website van de overheid of zo. Maar het is sowieso verstandig. Als je gewoon een beetje ziek bent of wat dan ook, dan is het überhaupt al, was het dat niet verstandig om eigenlijk zoveel mogelijk, was het niet verstandig om weg te gaan. Dus dan kun je beter nu zeggen zo van, nou, ik blijf überhaupt gewoon thuis. Maar je kunt je beste gewoon in deze periode gewoon een beetje, ja, gewoon voorzichtig zijn. En zodra je ook maar iets hebt, gewoon even belt voor een test. Kost je niks, dus... Een schöne Katze, goedenavond. We have to stop at the end of Cockfield. Typisch Engels. Fill platform 2 to wait for the last one. I want to clear the section ahead. Be prepared to slow down early. Clearance at 8:32:45. Oké. Nou, ik krijg het idee tegen de tijd dat we daar zijn, dan is het al 32 geweest. Dus dan komt dat goed. Dat is sowieso. Wanneer je kunt thuiswerken, gewoon überhaupt doen op deze rare periode. Maar goed, laten we genieten van trains. Daar zijn we hier voor.
Vanaf ik uit deze periode gewoon lekker inademen die rook. Dat is helemaal gezond. Kijk, ik ga hier wel zitten. Mond open. En Greet is blij met je. Maar als je een beetje kijkt op de kaart, je kunt ook wel zien waar ongeveer de spoorwegen hebben gelegen. Je kunt dat hier heel duidelijk zien, dat hier een overweg was en hier is die, hier verderop is die bridge. En je kunt ook zien dat als je hier iets verder uitzoomt, dat we deze lijn volgen hier naartoe. Dat is ook wel zeer mooi om altijd te zien. Zwarte Pieters, kom. Oh, komt er goed, Petra. Die komt er wel bovenop. Daar ga ik wel vanuit. Speaking of diesels, nou vind ik die van mij. Kijk, wij waren zo net hier beneden. We waren zo net hier. Daar begonnen wij. Volgens mij staat de 101 die waar wij moesten wachten. Extension naar Leeuwarden dieselijntje. Zal het zijn. Keer de toets. Nou. Hoef je hier in ieder geval niet te stoppen, dus dat scheelt. Wat is er met de mod veel, Mark? Ik zat al 15 minuten bij Rupke naar jou te kijken en zat te denken, waarom reageert Jans op de chat niet? Classic. Classic. Getverdaddy, ik heb vliegen op mijn raam. Flies be gone. Zo. Hoppa. Nice. Ik denk nu aan die meme met, weet je wel, met die ene vent die noise zegt.
Slickish noise. Nou, 40 mijl per uur, oftewel min 66, dat is onze snelheid. Before, we found some speed again. Nee, wij begonnen, zeg maar hier in deze siding hier, begonnen wij dus, wij begonnen en we gingen eerst die kant op. En nu gaan we weer terug. Dus. Vandaar die min. Oh, je hebt nog een heleboel keuze, Romy. Ik dacht, er was iemand bezig met Leeuwarden, Stavoren of zo. Er was in ieder geval daar iemand mee bezig, maar daar heb ik ook al een tijdje niks meer van gehoord, dus... Ik weet niet of die nog aan het bouwen is. Dan is het zonde als het dubbel gebouwd wordt, weet je wel. Omdat, Even wat schrijf te inhalen naar die blunder van net. Maar Mark, waar was jij gisteren trouwens? Met Eurotruck? Heb je gemist? Maar die kunt toch altijd achteraf kijken? Clip meneer, goedenavond en welkom. Ja, want als ze inderdaad zo gewoon een beetje stil zijn of ze doen er echt al maanden er niks aan, dan kun je in principe gewoon doorbouwen. Echt, daar kijk ik niet hè. Nee, dan niet, nee. Ja, ik denk dat ze bij Harderwijk hebben gelaten omdat Teun tot Harderwijk heeft gebouwd. Om daar zeg maar ook weer geen dubbele sporen te krijgen. Maar goed, Teun die heeft wel eens vaker van die rare eindpunten, bijvoorbeeld dieren. Waarom zou je in dieren stoppen? Daar begint niks en daar eindigt niks, in ieder geval niet in reguliere dienst. Zelfs in die dam, daar begint en eindigt niks. Het gaat altijd door naar Winterswijk, of door naar Doetinchem en dan weer naar Arnhem en zo. Dus zelfs is voor eigenlijk al die lijntjes soms. Toen heeft dat vijf. Maar is die met 45 kilometer was dat niet tot Arnhem? Dat Arnhem er in principe al buiten lag of zo? Of, Ja, Lelystad, daar eindigt nog wel eens een keer wat. Maar je kunt ook zeggen zo van, hey, er is een route tot... Teun die gaat tot Weesp volgens mij. Kijk. Kijk eens wat hier aankomt. Een Black 5. Kom er toch maar storm tegen, jongens.
Met volgens mij een heleboel fishwagons. Of niet? Eens even kijken. Wat voor wagons zijn dit? Oh, kun je niet zien. Zou wat zijn als dit alleen maar vol zit met vis? Stinky terrein. Ja, voor de doorgaande dienst is het inderdaad op zich wel handig zo van, maar het moet gewoon ergens een keer zo van, ja, zo van, nou, ik heb geen zin om verder te bouwen of dat. Als je Noord als Nederland, dan zou je inderdaad zeg maar eigenlijk al moeten stoppen eigenlijk bij Zwolle, hè. Dan zou je eigenlijk in principe al niet naar Harderwijk gaan. Of richting Lelystad, want dat is ook niet Noordoost. Noordoost, daar zit je toch een beetje in Friesland, Groningen, Drenthe en het bovenste gedeelte van Overijssel. Ja, maar dat Niels niet naar Amersfoort gaat. Nee, hij gaat volgens mij nu richting... Ik dacht dat hij richting Holten of zo ging of zo. Rijssen. Ze hebben richting de kant van de Almelo, zeg maar, die lijn een beetje doortrekken. Rep voor de 15. People, please hang on. Ook ik ben het alleen zelf, dus dat scheelt. Oh, dat valt wel mee. Niks aan de hand. Nou, voor degenen die veel zeggen, alsjeblieft, gaan jullie maar even in de rook zitten. Succes Daan, want volgens mij was ze nog niet geboren. Volgens mij nog steeds voor 40 jaar niet of zo. Of 50 jaar. Nee, maar dat is heel vaak zo. Gewoon routebouwers moeten zelf weten waar ze stoppen en eindigen. En dan komt altijd wel wat moois uit. Was in ieder geval alle schedules die ik zag, in ieder geval sowieso van de laatste tijd van voor Noordoost, die waren een aantal gepost. Zuiden van Nederland, dus inderdaad de route van Jorn en zo, waar Clip Meneer aan meehelt. Dat zijn allemaal wel mooie screenshots. Dus, kunnen we eindelijk het stukje verder naar, wat was het, Geldermalsen of zo? Of? Iets verder, in ieder geval kunnen we één station verder, kunnen we eindelijk in gebruik nemen, want dat heeft eigenlijk geen zin, dat ene station, om eigenlijk los. Set 2 point switches at Barnard Castle now to allow entry into Barnard Castle number 6. Oké. Okay. Zo van, dan kun je beter inderdaad, kunnen we dat stukje eindelijk gebruiken. Want dat viel wel op, zo van, ja, je kunt wel een heel leuk stopping scenario maken van één station, maar dat heeft eigenlijk weinig zin. Nee, niet over Tiel, er was nog eentje verder ofzo. Er was toch één station verder.
Daar waar die sprint eindigt. Er was één station daarvoor waar de sprinterdienst eindigen en eentje een andere start die naar Eindhoven gaat. Zo van, ja, dan heb ik eigenlijk had ik persoonlijk op dat moment zoiets zo van waarom eigenlijk? Maar goed, dat is. Hij moet het zelf weten, maar het was een beetje nutteloos in dat geval. Kijk, dat is goed. Barnet Castle, mensen. Barnet Castle. Ik wilde 1.5 releasen, maar hij wilde toen ook doorbouwen. Nou, persoonlijk zou ik hebben gezegd zo van, bouw inderdaad gewoon lekker door naar het Sensible Station. Eindhoven en release dat gewoon als update. Maar volgens mij zat er in 1.5 namelijk ook wat andere fixen voor andere delen van de route. Dus inderdaad, dan heeft dat wel weer zin om een wat je tot nu toe hebt, dan zeg maar als een update uit te geven. Maar zoals ik al zei, van, er zijn verschillende beweegredenen. Oscar doen we ergens op een stamlijn. Ja, weet je wat? Oscar mag de stoomtrein rijden naar die stamlijn vervolgens. En vervolgens dan halen we dat spoor weg. Dan gaan we het spoor liften en dan komt hij er nooit meer vanaf. Checkpoint switch to reverse, yes. Rupke is bezig met een Belgische route. Volgens mij stond het andere plan, zeg maar, in de ijskast. Nou, blijkbaar ligt hier tegenwoordig een parkeerplaats. Even kijken, drop-off 873356. Oké, wat is 873356 dan? Dat is hier. I hope you enjoyed the trip. Nou, ik hoop dat je het ook leuk vond, jongen.